dubbelspel op de vrijdag gaat beginnen met de service van Martin Verkerk. Die samenspeelt met de tennistovenaar Mansour Bahrami. En ze nemen het op tegen Ivan Nisevic en Paul Haarhuis. Love 15. Verkerk is de man die natuurlijk goed kan serveren, ook de lengte daarvoor heeft. Won ook de TOS en besloten terecht om te beginnen met serveren. Third heel. En Bahrami is natuurlijk de man die graag de show wil maken hier. Ivan Nisevic is toch iemand die vaak gewoon de punten wil scoren, zoals zojuist. Ja. 40-30. Met de netrand erbij. Toch een punt voor Bahrami. Kan deze Kroaat ook wel omlachen. Touch. Yes. Game Bahrami Verkerk. First game. Nou, even op zijn telefoon kijken nu. Bahrami. De man die merkwaardig genoeg als actieve tennisser niet zo heel erg succesvol was. Ook laat pas kon tennissen. Toen hij Frans staatsburger werd. Twee keer dubbelfinale gehaald. Waarvan één op Roland Garros. Absoluut hoogtepunt voor hem. It's nice to be on this side. Wat hij daarna allemaal ontwikkeld heeft dan tenniskunst, dat is nog steeds dermate aantrekkelijk. Dat Mansour Bahrami de hele wereld overreist. En hier dus nu in Apeldoorn is neergestreken. Ja. Nice one. It's good play. 15 love. Nice one. Ivan Nisevic smaakt een eind aan die rally. Ay, ay, ay. 30 love. Ja. Bahrami. Kijk wat verschrikt om zich heen, want er staat nogal wat power tegenover hem. Ivan Nisevic, 45 jaar, kan natuurlijk heel sterk serveren. En ook Paul Haarhuis, nog maar 50. Ah, nu gaat de trucendoos open, ook bij Ivan Nisevic. 40 laag. One game on. Love game voor Goran Ivanisevic. I know how it feels, Mansour. Ja, Haarhuis weet hoe het is om met die service van de voormalig Wimbledon winnaar in ontvangst te moeten nemen. Mansour Bahrami. Mansour? Bahrami to serve? Sorry, Mr. Bahrami. Ja. Love 15.
Deze zou niet goed worden gekeurd op de ATP World Tour. Een bal die op het racket wordt meegezwiept door Ivanisevic. Ja, mooi weggelegd deze bal. Prima weggevolleerd. 15-0. Wegdraaiend van Haarhuis, die bal van Martin Verkerk. Natuurlijk is het show, maar zo tussendoor laten deze mannen toch ook zien dat ze echt op hoog niveau hebben getennist. En dat nog steeds wel kunnen ook af en toe. Toch mooi hoor. En zeer knap. 30-0. Dank u. Dank u wel. Dank u. Ja. 30-40. That's the one. Met een hele snelle service, verrast Bahrami daar. Goran Ivanisevic die nog op weg was naar de baseline. En weer. Practice. Oh. Advantage Bahrami. Jammer. Ja. Jammer. Ja, zeker jammer. Helaas. En een ace. Bahrami Verkerk. Knappe ace van Mansour Bahrami. 2 games to 1. Waarmee is een breakpoint tegen dus overleven. Goeie service, Mansour. Sorry, Gorani. Bahrami dus samen met Martin Verkerk. Die nooit een dubbel toernooi won, maar wel 2 keer een finale haalde trouwens. De man rechts in beeld. Verkerk verloor die 2 dubbelfinales trouwens. Samen met dezelfde partner, Raymond Sluiter. 36 jaar na. Between the legs. 36 jaar na. Sinds, ja. We zitten erbij als 2 mannen op leeftijd in het park. Gezellig, babbeltje zo. Politicians, government, all that is. It's terrible, but I love Paris. Nou, hij houdt van Parijs natuurlijk. Daar vluchtte hij naartoe uit Iran. En daar heeft hij zijn tenniscarrière weer opgepakt. Mocht eerst ook jarenlang alleen maar in Frankrijk tennissen. Nadat hij een Frans paspoort kreeg. Time. Paul Haarhuis to serve. Here we go, Goran. Op papier de beste dubbelaar natuurlijk van allemaal, Paul Haarhuis. De man die 6 Grand Slam titels won in het dubbelspel. 54 dubbeltitels in totaal. Love maar die begint hij wel met een dubbele fout tot ergernis van Ivanisevic. Sorry, Goran. Ding zit niet echt lekker als je serveert. I did against when I play against you like this, but not too much. Here we go. I concentrate. Waarom speelde je nooit zo tegen mij in het enkelspel, zegt Ivanisevic. Toen sloeg je nooit een dubbele fout. Hey, that's it. 15-0. Good hand. Yeah, very good. Okay, high toss. Paul! My bad, sorry. 15-30. Yeah, sorry. Good eyes. 30-0. Ja, bal goed laten lopen door Ivanisevic. Ja, dank je.
Scherp had net ook Paul Aarhuis. Good get, good get. Thank you. Good get. Thank you. That's it. Game Haarhuis-Sivinisvic. Was too fast for us all. Zeg, we see if we can break Martin. Zo gaat het tot nu toe op service, maar is dat natuurlijk niet het belangrijkste van deze dubbel. Nee, 2-2. Over 15 het net. Nee, nee. Sorry. Hi, over de net, ja. Oh. Ah, die bal is nog in dan. De tweener van Barami, ook mooi hoor. Goed punt en terecht het applaus van het publiek nu. 15. Knap hoe deze Mansour Barami hier die bal nog terugkrijgt. Yes. Very good. Very good. 30-15. Nice shot, nice shot. De truc met de tweede bal. Lopen, Martin. Op de tweener nu van Martin Verkerk. Sergio. It's the first one I ever made, I think. Martin, what was that? Was the wrong court. Dan laat de normaliter toch snelle polsbeweging Mansour Barami eventjes in de steek. Breakpoint? Ja, breakpoint, inderdaad. Maar ja, dan volleert Haarhuis die bal sorry, in het net. Sorry, sorry. Laat die breakpoint liggen. Iedere keer maakt Haarhuis zijn excuses tegen Ivanisevic. Toch een punt. In zijn eentje tegen die man. That's it, Cor. Way to play it. And Ivanisevic. Oeh! Nou, die was hard, de voorhand. Hey, waar was hij? Was hij goed, toch? He's sleeping, he's sleeping. He was sleeping. He's sleeping. It's okay, just forget him. Nee, hij is wel degelijk wakker. He's the boss. And me. You. This guy is sleeping, yeah. But he didn't say anything. Go back to sleep. Go back to sleep. Go back. Why do you wake him up? He was having such a nice nap. Ja, ja. Kom aan, Goran, ja. Kom aan. Ja. That's it, Goran. Ja. Oh. Had to finish it. Het valt iets verkeerd. Nice shot. Knap hoor, deze bal toch. Van de 59-jarige Barami. Oh, nice. Ja, dat is ook een heerlijke service return dit hoor, van die zoiets. Nice, it's very, very good. Heel goed, heel goed. Op zijn backhand. Prima return. Jij! Go! Jij!
Er zat iets in de weg bij die laatste bal bij Goran Ivanišević. You have long legs, but not that long. You. Me, no. Game Begali Fikirik. They lead 3-2. En ze worden 3-2 voor Mansour Bahrami en Martin Fikirik. Nou, hij is natuurlijk niet de jongste meer, Bahrami. Zal die rustpauzes hard nodig hebben ook, hoor. Ja, de wanneer. Ja. Ja. Yeah. No, I don't practice at all. I don't practice. Hoe doe je dat nou, die ene bal? Zojuist vraagt Martin Verkerk aan Bahrami. En hij zegt, nou ja, ach, ik train nooit hierop. I don't know. Like this. Time. Good timing. Here we go. Here we go. Zo wordt het publiek vermaakt hier in de eerste set in het Omnisport in Apeldoorn. Gaat het tot nu toe op service en leidt het koppel Bahrami Verkerk dus met 3-2 tegen Goran Ivanišević en Paul Haarhuis. Nice. Yes. Nice. Law 15. Good shot. Very good shot. It's okay. It's okay. Big forehand. Ah! 15. Good serve. That's it. It's my fault. Here we go. One more big serve. Oh, come on, one more big serve. Come on. You. Yeah. You. Paul. You. Paul. Yeah. Out. Oh, I missed it this time. 14-15. Run in this area here. Game Haras Ivanišević. 3-0. Sorry. It's all my fault. All my fault. It's fifth set now in Cilic against Kroatië speelt op dit moment de Davis Cup finale. En Cilic staat in de vijfde set 3-1 voor. Dus ik wil het even aan Goran zeggen. Nou, zo krijgen we ook nog de tussenstand door van de Davis Cup finale. Waarin Cilic bezig is tegen Delbonis. 3-2 in de vijfde set voor Cilic. Daar is Goran Ivanišević natuurlijk ook wel in geïnteresseerd. Ja! 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 Nee. Oh, 15 love. What a shame. Thank you. One more. Yeah. Maar jij dank je wel. Jij slaat winners. I know it's out. Okay. Hij zit daar toch wel riskant, hoor.
Ivanišević. Ja. Barami zit wat relaxter op die stoel van de lijnrechter daar. Het punt is nog altijd niet gescoord. Ja. Jo. En die is uit. Nee. Zo worden er af en toe ook wat mooie, attractieve punten gespeeld. Met rallies die wat langer duren dan de gemiddelde rally op de World Tour. 30-15. I'm not serving hard. My tennis elbow. Dan zijn we toch langzaam maar zeker richting een tiebreak in deze set. Well done, partner. Mocht er op de derde set aankomen, dan gaan we een super tiebreak spelen. Zoals we dat kennen van het dubbelspel. Racing Juniors coming up. Thank you. Boy, girl. That's the most important thing. Goran Ivanišević trouwens. Zal ook binnenkort te bewonderen zijn in de IPTL, de International Premier Tennis League. Voor het derde jaar op rij dat dat evenement wordt gespeeld. Kiki Bertens gaat er ook aan meedoen. Jean-Julien Royer ook. Ook een beetje een combinatie van topsport en show. If they want to see the players of past, they want to see them more relaxed and a little bit, you know, more funny. But if you want to time. Nou, het publiek dat al jarenlang toch wel de weg weet te vinden hier naar het Omnisport in Apeldoorn. Time. Geniet en vindt het allemaal wel prima. Deze mooie dubbel. Ook als opwarmertje natuurlijk, ideaal. Richting de singlepartij die later hier wordt gespeeld. Partij met Tim Hammen tegen Schenk Schalke. Forehand 15. Good play, Martin. Good ball, Matt. Ja! 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 Hij legt ze toch daar neer waar hij zelf wil, hoor, van deze fiets. En dan blijft hij de hele tijd van de bal af. Kijkt hij nog ondeugend naar de umpire. T15.
Prachtige winnaar hoor, met die voorhand van Mansour Bahrami. Nice shot, Mansour. Good shot. Thank you. I don't know what happened. Here, Paul. In this area, Paul. Here, here. Yeah. Here. Okay, I'll try. Oh, oh, nice. 40-30. Goeie volley van Ivanišević. You're sure? I'm not that sure that it's out. Four games old. Here, partner. Danke. 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 Yeah, oh! Nice. 15 love. Move up. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, that's good. Too good. Ja, dat is op haar huis erbij hoor, bij die boom. Nice return. En wat te denken van deze service return, zeg. 15-30. Dank je wel. Dank je wel. Oh! Zo, so de U. 30. Jammer, 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 jammer. No challenge, no Hawkeye. What's up? Mansour Bahrami, maar uiteindelijk is daar dan de break. Omdat met name Goran Ivanišević het nu toch wel wat serieuzer lijkt te gaan nemen. We zitten ook aan het einde van de set. En met een glimlach. Nieuwe bal en mams en een dansje. Is daar dan de eerste service break. Lekker als je met hem speelt. Ja. En dus gaat zo dadelijk Goran Ivanišević serveren voor de winst in de set. Ivanišević die tot juli van het jaar de coach was van Marin Cilic. Die nu dus met de Kroaten in de Davis Cup finale speelt. Die samenwerking eindigt in juli. Ivanišević is nu de coach van Thomas Berdych. Nou, zij loopt liever hard natuurlijk. Time. Kom aan, Mansour. Nice Goran. New balls, your serve. This set is over. No, 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 no.
15-0. You. Oh. 30-15. Een 1-2, je had het net daar. Dat is een nieuwe regel. Is volleyball or? Dit is 30-15. It's a new rule. Only a 15-0. 40-15. Maybe clearly. Yesterday Martin hit one of these small kids. Ja, er is al inderdaad iemand geraakt door een tennisbal, eerder door Martin van Kerk. No, no, but it cost us so much money. Die verdient zijn fiets. Die zegt, dat wist ik niet. Lijkt me ook niet het doel van die actie net. Some of the senior guys. Ja. Yeah. Thank you for the senior lady. Of een van de dames mag ook. No, but you. Yes. 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 Martin, heb jij nog een bal? Ballen jongen, ballen meisje, een bal. Kom maar, Martin. Kom. Kom. Die krijgt de punt nu. Nou, het punt gaat toch dan naar huis. En Ivanišević die daarmee de eerste set winnen met 6-4. I win or no? Six games to four. And who has six? They have six. Well, please. New ball? No, last game was new balls. For me, it's first game. New balls. Ah, yeah. Second set, Bagami to serve. Okay. Zo zijn we begonnen aan de tweede set. Met Mansour Bahrami aan service. Ja. Ja. Hij heeft nog een paar andere ballen in zijn hand, dus daar moeten we vooral op letten. Oh nee. Oh, hij speelt gewoon met al die ballen in zijn hand. Het is ook merkwaardig hoe hij die vasthoudt hoor. Ja, dat was niet best inderdaad. Dit, doe je niet zomaar even na. Zoals deze man wel meer onaanvolgbare tennistrucjes heeft natuurlijk. En poseren heeft hij ook vaker gedaan. Oké. Okay. Have fun together. Yeah. Hard. He likes the heart? Okay. Big one for you, Corone. Ready? One more? Okay, he wants one more. 40-50. Yeah. Mansour, you know it's tough to impress Goran with a big serve. For you. Me, it's easy to impress. Ah!
Yeah. Yes. Game Barami Verkerk. First game, second set. Dat was een verrassende service aan het eind van Barami. Hij schoot volgens mij precies door op de service, op de lijn. Deze man van de service met dit knappe punt stond dus in 1989 in de finale van Roland Garros. Speelde toen in de dubbelfinale met de Fransman Erik Wingratski. Maar verloor die finale van de Amerikaans koppel Navratil Skapers. Verkerk speelde natuurlijk een enkelspelfinale op Roland Garros. Dat zijn we natuurlijk nog niet vergeten. In 2003 was dat. En die wedstrijd is hier eerder opnieuw gespeeld. Gisteren bij de AFAS Tennis Classics. Toen hij dus opnieuw speelde tegen Ferrero. Of Ferrer. En opnieuw ging de winst naar de Spanjaard, Juan Carlos Ferrero. 7-6, 7-6. Ja! 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 You! My head is going like this. 15 love. Your head was spinning too much? Yeah, it's still spinning. Hold on one second. Okay, now. It's too soft. Yeah, I can't hear how to slam. Oh, come on, Goran, what is this? Jesus, what the hell? What is this? 30 love. Sorry. You okay? Yeah, I'm okay. You doing something great? Oh, nice. Oh, beautiful. Wonderful. 30-15. Mooi bal. That was awesome. Awesome shot. Jullie moeten praten met elkaar, talk. Communicate, you, me. No, it was not me. Was it on his half? I can't move. But then you say you. Okay, I say, okay. I communicate. Yay! Yay, yay. Game naar Sivanisic. One game all. Law 15. Love 30. Dubbele fout nu van Martin Verkerk. Oh. Yes! Love 40. Sorry jongens. My fault, sorry. I know it's your fault. You can hit with the string, you know, sometimes. Break point and second serve. No, no, no.
15-40. We can do this. Come on. Ace, please. Come on. A big one. I want a big one. I take care of everything here. Big one. No, no. Yeah, yeah, I pay. Don't worry for that. Come on. 30-40. Die kunnen ze wel gebruiken nu. Daar werd ik om gevraagd. Een goede service. Barami zo vriendelijk om het net een beetje omlaag te tillen. Twee breakpoints tegen, nu weggewerkt. 30-40. En opnieuw moet Verkerk, die wat worstelt met zijn service, het nu toch van zijn tweede service hebben. En die is goed. Jews. First serve. I wasn't ready. Oh, you weren't ready. First service. Advantage Ivanišević. Big first serve coming. Yes. Juice. Martin, we can do this. We can do it. Ja, achter. Ik ben niet iets langs die bal. Advantage Verkerk. No communication, no? No communication. Look at this. Communicate. Oké, okay. Sorry, my fault. Yes, well done. Game Barami Verkerk. The lead 2-1. Lastige game dus weer, maar goed, van 0-40 toch nog weer de winst voor Martin Verkerk. Die zo af en toe dat zie aan alles, ook niet helemaal weet wat hem overkomt hier hoor. Met zo'n geboren entertainer naast hem. Barami, die algemeen bekend staat als de tovenaar van de tennisbaan. Dit is dus de 15e editie van de AFAS Tennis Classics. Er zijn hier toch al 15 verschillende nummers 1 van de wereld ook langs geweest. Terwijl het wel ophoudt in deze vorm te bestaan. Jacco Elting, toernooidirecteur, heeft plannen, dat is nog niet helemaal zeker, om rond deze tijd, volgend jaar, een vergelijkbaar toernooi te organiseren op Curaçao. En wil dan in de zomer graag een vergelijkbaar toernooi in Nederland gaan organiseren. Buiten, op gravel, ook op de Veluwe. Dat is allemaal nog niet zeker, maar de laatste editie van dit toernooi in deze vorm hier betekent dus nog zeker niet het einde van de komst van alle bekende voormalig toptennissers. Want er blijkt toch wel behoefte aan, ook bij het publiek, om die mannen zoals hier vandaag nog een keer in actie te zien. Oh ja. Ja. Sorry. Law 15. What happened there, partner? Don't ask. Won't happen again. Good, good. Nee! Love 30. Sorry, partner, it won't happen again. Martin, it's break time now. This is the time.
Let's break the junior. The junior. You. 15-30. Oh, I'm just joking. He doesn't understand joke, huh? Come on, junior. Thirty-all. Here we go. Oh. 40-30. Ja, dit was natuurlijk wel zijn handelsmerk, hè? De service van Ivanisevic. Hij sprong opzij, maar ik kreeg precies waar hij niet moest hebben. Ja, dit is met veel gevoel, hoor. Met veel gevoel, deze bal van Paul Haarhuis. Two games all. Well, bal. Dank je wel. Alsjeblieft. Here. Thank you. I am trying, sweetheart. I'm trying. Moet iets harder schreeuwen, dat hoort hij niet, hoor. Love 15. Come on! I wasn't ready. Oh, you want to play a let? Yeah, I wasn't ready. Okay, we play a let. If you were not ready, then we play a let. Yeah, I wasn't ready. Because you have to be ready. Let first serve. Are you ready? I'm ready. Sorry. Zo was hij niet bedoeld, maar met een beetje netrand erbij. Sorry. One more. Were you ready this time? Yeah, I was ready this time. Nice serve. 15-0. Ja, ik moet je opletten, ja. Die gozer. It's good. 30-all. Good play, Junior. Junior is angry. Junior is angry. He's pissed off. Ready? Yes. Ja, wel mooi die bal ertussen gelegd, hoor, door Martin Verkerk. 40-30. Ready, angry man? Game Barami Verkerk. They lead 3-2. Junior. After you. Thank you. Nou, zo zijn de vier mannen op het centercourt hier toch ook al een aardig tijdje bezig. Even afwachten hoe het is conditioneel gezien met Mansour Bahrami. Vaste gast hier bij de AFAS Tennis Classics, Mansour Bahrami. En dat is natuurlijk niet voor niets. Het publiek ziet hem ook graag hier in actie. Nou, hij heeft er ook ieder jaar wel weer een paar nieuwe trucjes en een paar nieuwe grappen en rollen die hij heeft bedacht. De man die al jarenlang woont in Parijs. You are coming now. It's almost finished. Where have you been? Okay, it's 3-2. Second set. Ah.
Yes! Ja. Out. Hè? Bal wordt uitgegeven van Martin Verkerk. Ja. Hij zat een half meter achter de lijn. Maar riep jij nou niks? Dacht hij eindelijk een winnaar te slaan, Martin Verkerk, met die voorhand? Hij was uit, ja. Maar ik hoorde jou niet. Geeft een umpire, Niels Kallen, uit. Je deed het te zacht. Hij zei het heel zacht. You said you played too late, that is not my problem. No, he said it very soft. He said it very soft. Listen, this time I give you this yellow card, okay? Because next time it's going to be this one. Huh? Be careful, huh? Waar haalt hij me vandaan, man? So now, 15 love. We have love. Yes. And they have 15. We have love. You have lots of love. Come on, 15. I will try, love. Thirty love. Good cross. Here we go, Goran. Go on. Oh. Een paar ballen gepakt hoor, Barami. Met zijn scherpte aan het net is niks mis. Smerige glimlach erbij voordat hij die bal slaat. Maar in dit geval wist hij wel zeker dat hij het punt zou maken ook. Ja! Ja! Out. Oh. Juice. Ja. Jammer, Mansour. Ja, oké. Helaas. Helaas. Van Martin Verkerk. Advantage Barami. Advantage who? Barami. Sorry, Mr. Barami. Ja. Breakpoint. Mooi bal, Martin. Ja. That's it. Juice. That's it. Sorry. It's okay, man. Sorry, partner. It's okay, man. Give me one more chance. Just one more chance.
Ja, ga dan eens achteraan. Weer die alertheid aan het net van Bahrami. Bahrami. So I face the final curtain. Say it clear, I've said my case, of which I'm certain. I'm ready. Too easy. Come on, come on. Game, Bahrami. Ja, misschien wel de makkelijkste bal wordt gemist. Maar volgens mij was dat van een lachstuip. Door Ivanisevic. Hit de tape, hè? Hit de net, ja. Oké. We staan er wel op 4-2. Here we go, here we go. Bahrami en Verkerk. Nice. Law 15. Dank je. Let's second service. Oh, nee, nee, nee. Law of 30. En weer is het nog even, hoor. Nadat die bal toch van richting verandert. 15, 30. Lucky. Oh, you. No. 30 all. Goed shirt. Probeer het bij mij ook maar eens een keer. Yes! Oh, een prachtige ace ook, zeg, van Verkerk nu. Een beetje daartoe uitgedaagd door Paul Haarhuis. Game Bahrami Verkerk. The lead 5-2. Ja, ze winnen nu 3 games op rij. That's a good return. That looks terrible, your leg, hè? Yeah, that looks terrible. It's, yeah, it's 13 minutes after 6. Het is een toernooi hier waar ook van bekend is dat je een goed glas kunt drinken. Waar je met je zakenrelaties naartoe gaat. En dan wil je natuurlijk ook vermaakt worden. En dat gebeurt zeker in dit dubbelspel hier. Wegdraaiende backhand hier van Verkerk. En hier zien we een paar keer hoe alert hij ook aan het net is. Mansour Bahrami. Time. Het is natuurlijk ook een gelegenheidskoppel, maar zo gaandeweg deze partij. Gaat het beter met die twee? Hij komt uit de buurt hier, geboren in Epe. Mark Overmars. No. Yes! Law 15.
Too quick, huh? No. I have it right here, is it? That's not fair. Thank you, Shatsi, thank you. nice lob. Go to the net. Ja. Hara stuurde Ivanisevic zelf naar het net 30. In die rally. Dat begreep Bahrami ook nog wel. 30 all. Wat een lekkere service is dat, Goran. Nice serving. Nice. Kom aan. Sla eens door, Martin. Ja. Haarhuis vraagt erom. En Martin Verkerk doet het dan ook. Slaap voor. 40. En maakt hier een prachtig punt. 30 set point. 30 set point. Set Bahrami Verkerk bij 6 games. Zo gaat de winst in de tweede set naar Massou Bahrami en Martin Verkerk. En gaan we hier dus een beslissende derde set krijgen. De wedstrijd tiebreak tot en met 10 punten. En er wordt gespeeld met een super tiebreak. Bahrami to serve. Waarbij we tot de 10 gaan. Wel onder voorwaarde dat er natuurlijk 2 punten verschil zijn. Jullie ook een beetje. Ja, die bal valt nog binnen de lijnen. De lijnrechter geeft het ook aan. Goed bal. Ai. Goeie goal. Waar is die replay? Laten we even zien. Challenge. We challenge. Goeie goal. Waar zag jij hem? You want to challenge? Hier komt hij. Dik uit. Bal. Give me the ball. Ja, you want challenge. Ja, jouw challenges ken ik, Mansour. Give me the ball. So, ik weet de uitkomst al van deze challenge. Right? So the ball went like this and then he come here. Ball was in. 1-0 Bahrami Verkerk. Ja, op deze manier heb ik nog zelden een challenge gezien. Good call. Maar uit deze beelden blijkt toch wel degelijk dat die bal in was van Bahrami. These guys are making me work harder than I have to do. Ah. 2-0. Bahrami Verkerk. I'm ready. Yeah, but I see you going like this the whole time. Yeah, but I'm ready. I can go like this, but I'm ready. Okay. You go ahead. 2-1. Yeah, he's from Palau. Thank you. Dit mag er net ook bij mij. Nice one. 2-0. Nice hit. Yes! Hij weet toch op het juiste moment wel weer zo'n goede service te produceren, hoor, Verkerk. Great serve.
Service. We zitten nu ook in de fase waarin er toch wel wat serieuze ronde punten zal worden gespeeld. Je benen doen helemaal niks. Barami Verkerk. I couldn't make it any easier than that. That's right. You have to change? Change, size. Okay, change. Yes. 5-2, Barami Verkerk. It's not my fault. If you don't want to win, you don't want to win, no? Thank you. We'll get it back, we'll get it back. Okay. We'll get it back, sorry. Dan liet hij toch een kansje liggen natuurlijk, Paul Haarhuis. Hey, service is uit. Six, two. Barami Verkerk. They're going to lose. The old man is going to win. Ready, younger man? Come on, come on, Goran. I still see us possibilities. Oh, sorry. 6-3. Barami Verkerk. 2 punten hier, kan nog. Thank you. 2 points here, right here, right here. Paul. Hey, service was out. I don't agree, the ball was good. Oh, you want to play that? No, but now it's too late. Kan het nog steeds hoor. 7-3, Barami Verkeer. Spelen deze beslissende tiebreak dus tot de 10 punten. Ze zijn er nog niet, maar ja, met dit soort ballen zijn ze wel op de goede weg natuurlijk. Barami en Verkerk. Nou, dit past precies. Barami Verkeer. Thank you, babe. You're serve or myself? I don't know. Who serve? You serving. Me serving? Yeah. Ready? Yeah. 8-4, Barami Verkeer. Change. Oh. Change side. Ball, please. 8-4. Ja, voor dat hij niet eens serveert. Here, I give you this. Niet teruggooien. Ready? Er is nog altijd niks aan de hand natuurlijk. Maar Barami Verkerk, het wordt nu wel onderhand tijd voor die twee om hier op matchpoint te komen. Het zal wel lastig worden met Ivanisevic aan service. Uit! 8-6, Barami Verkerk. One more like excuse that. Me, ladies. Excuse me. Hello. Go back to your seat, please. Go back to your seat. Yes. 8-7, Barami Verkerk. Ja, okay, dankzij de goede opslag van Ivanisevic wordt het toch weer spannend hier. It's your serve. You want me to serve? I serve if you want. Ace Verkerk. En dus nu met points. 9-7, Barami Verkerk.
Ja, maar dat lukt hem nooit nog een keer. Thank you for coming, gentlemen. Thank you for coming. He's not going to do that one more time. Never. See you next year. Nee, dik uit. En nu is tweede service. En nu weet hij dat hij goede service moet slaan en geen dubbel fout. Ja, Paul Harris kent Martin Verkerk wel natuurlijk. 9-8, Barami Verkerk. Werkt altijd, mensen, werkt altijd. Een beetje over laten nadenken. Oké. Dankjewel. Dankjewel voor wat? See you next year. No, no, it's almost 9-9. Oké. En dan zo'n return. En dan zo'n return. Ja, hij maakt de show, maar hij laat hier toch ook op het beslissende moment zien dat hij wel tennissen kan, hoor. Mansour Behrami en Martin Verkerk winnen dit dubbelspel van Goran Ivanišević en Paul Harris. En het was een partij met een hoog entertainmentgehalte. Natuurlijk met deze man ook nog eens een keer als winnaar. Het applaus is dus terecht voor hem.